Yo YouTube, Aced hier met vandaag een nieuwe video op mijn kanaal. Als wij vandaag de 500 likes kunnen halen, krijgen jullie morgen van mij een nieuwe video. Vandaag is het een hele speciale dag, want vandaag spelen wij voor de allereerste keer op mijn kanaal. H1 Z1. Dus we zitten nu nog in de lobby. En ja, ik denk dat als er 150 mensen of zo zijn, we kunnen beginnen aan het potje. En H1 Z1 is echt een fucking vet spel. Ik vind het super leuk om te spelen. En ik ga het sowieso nog spelen met andere YouTubers. Dus ik zou sowieso zeggen, guys, smash die like, zodat jullie mij motiveren om meer H1 Z1 te spelen. We zijn net gedropt uit de lucht. En iets wat ik jullie nog kan zeggen, het spel is nog in pre-alpha. Dus het spel wordt eigenlijk nog helemaal getest. Zoals je kan zien, een buik, mijn mannetje is onzichtbaar. We hangen nu dus eigenlijk in een parachute, maar mijn mannetje is onzichtbaar. Ja, het is gewoon goed spel. Zie die dude, zie die dude. Er zit iemand in het huis. Oké, we moeten hier zo snel mogelijk weg. Dat die dude ons niet ziet. Want ik hoorde hem zeggen, get the fuck out, bitch. Dus ik ga gewoon weglopen. Ik zie dat daar nog een huis is. Het spel kan je eigenlijk een beetje vergelijken met Hunger Games. Het is eigenlijk een real life Hunger Games met wapens. Ik vind het een fucking vet spel. Het is super leuk om te spelen. En ik heb eigenlijk ook wel zin om het een keer te livestreamen. Ja. En we zijn dood. We zitten terug in de wachtlobby. En ja, hopelijk kunnen we snel beginnen. Oké, deze keer zijn we niet weggeglitcht. En nu kunnen we gewoon rustig op ons gemak een huis zoeken. Waar er hopelijk niet zoveel andere mensen zijn. Ik zie dat er daar een stadje is. En we gaan hopen dat wij in een huis droppen waar er niemand zit. Let's go! We gaan in daghuis waar... Nee. We gaan gewoon droppen in daghuisje. En kijken of er een gun ligt. En een beetje goede gear. Dus let's go. Hier ligt er al een motorhelm die we op ons hoofd kunnen zetten. Een shotgun. Nice. Shotgun ammo. Nice. Je kan het spel ook in first person spelen. En dan ja, is het ook gewoon fucking vet. Een rugzakje. Kunnen we de rugzak nemen? Ja, nice. Nog iets wat ik jullie niet heb verteld. Als er nog 70 mensen over zijn, denk ik. Van de 150. Wordt er toxic gas gereleased. Dan zie je op deze map waar jij kan gaan staan zonder dood te gaan. Dan wordt er één stukje op de map aangeduid waar iedereen naartoe moet lopen, waar er dan gewoon een massa uitmoording shit gebeurt. En al de rest van de map wordt eigenlijk gewoon gegas. Totdat de cirkel heel klein wordt, tot er een 1v1 ontstaat en dan is er een winnaar. Onderaan rechts kan je je position zien, E5. Dus dat betekent dat wij nu E5, ja, helemaal centraal in de map liggen. En ik denk dat ik gewoon dit huis een beetje ga defenden. En als er iemand binnenkomt, knal ik zijn hoofd eruit. Kijk, neem even mijn verrekijker. Daar kan je zien, in het andere huis staat er iemand. En holy shit, ik zou hem graag gaan killen. Maar hij heeft een assault rifle. Dus ik weet niet of ik hem wel aan kan. Maar ik heb wel zin om er naartoe te lopen en gewoon zijn fucking ingewanden eruit te knallen met mijn shotgun. Jongens, we zitten in enemy territory. Wat ik hoor, fucking veel gunshots van enemies. Zoals je kan zien, is er nu een groene cirkel aangeduid op de map. En wij moeten in het... in de cirkel gaan staan om safe te zijn. Wij zitten nu in E5, dus dat betekent eigenlijk dat wij volledig naar het zuiden moeten lopen om in leven te blijven. Dus dat gaan wij dan ook doen, let's go! Het is hier zo fucking bevolkt. Ik weet dat er hier superveel mensen zijn. Maar ik moet hier echt weg. Ik moet hier gewoon volledig weglopen. Dus ik ga gewoon op equal drukken en dan hebben wij autorun. En dan kan je, ja, iets anders doen terwijl je mannetje aan het lopen is. Ondertussen zitten we dus al in E6. Dat betekent dat we safe zijn. Nu moeten we alleen zorgen dat we niet gekilled worden door een enemy player. Holy shit, de vliegtuig. Had je supply drop droppen? Please. Please. Ja, nu is hij toch al te ver. Fuck die shit. Ik ga nu gewoon naar de overkant van de rivier lopen. Gewoon omdat het nodig is. En ja, ja. En dan ga ik daar gewoon een spotje zoeken om te campen. Dan ga ik daar heel kampje maken. En dan gaan wij gewoon proberen te winnen. Dus ja, loop maar. Hop. Die groene shit op de map, dat is toxic gas. En die komt dus tot op het randje van de cirkel. En als je buiten de cirkel staat, ben je dood. Dus wij zitten nu in E7. En als ik nu naar het westen loop, zou ik gewoon safe moeten zijn. Dus ja. Holy shit, een auto. Nee, nee. Get the fuck out, get the fuck out. Holy shit. Een auto. Twee auto's. Twee auto's, nee. Dit is de ondergang. Dit is de ondergang. Ja, ja, nee. Ah. En ja. Ja.
We zijn dood. Ik zit nu dus in de auto in de wachtlobby met drie random dudes. En de auto is geglitcht in de grond. Daar zijn we dan voor de derde keer gedropt uit de lucht. En ik hoop dat wij deze keer een gun hebben. Een dikke assault rifle. Zou echt nice zijn als ik een goed gun had. We hebben een assault rifle! Jongens, er is iemand in ons huis. Er zijn twee mensen in ons huis. Er wordt geschoten. Oké. We hebben een kill. Oké, we hebben iemand gekillt. Eén iemand. Oké, er is nog één iemand. Jongens, we zitten in het midden van een vuurgevecht. Nee, we worden beschoten. Guys, we worden beschoten. Tug life. Ik sluit mezelf op in de badkamer. Hij is in ons huis. Please. Nog 20% held. Doe nog één spelletje en dan install ik de game omdat ik unskilled ben. Let's go. Oké, kom op. Vierde keer, beste keer. We zijn gedropt in de stad, dus misschien kunnen we een auto vinden. En als we een auto zouden vinden, dan... Ja. Dus misschien staat er hier ergens een auto die nog niet kapot is. Oké, we zijn in een heel groot warenhuis. En ik weet niet of dat hier wel goed is. Maar er ligt wel een assault rifle. Holy shit. En een rugzakje. Oké, nu moeten we gewoon ammo vinden. En ik denk niet echt dat we ammo voor een assault rifle gaan vinden in een supermarkt. Oké, ik ga eens kijken in deze drie winkels of er nog iets ligt. En hopelijk ligt er wat ammo voor mijn assault rifle. Want anders heb ik echt helemaal niks aan dit wapen. Oké, we hebben nu een shotgun gevonden. Maar nog altijd geen ammo. Dus nu heb ik een shotgun en een assault rifle zonder ammo in. Oké, ik heb een mini handgun gevonden waarmee ik mij wel kan beschermen. Dus nu ga ik hopen dat ik iemand vind om te killen die wat stuff bij heeft. En hopelijk heeft hij ammo voor een assault rifle. Oké. We hebben een kill. Hij heeft ammo voor een assault rifle. Nice. Oké, we hebben... hij heeft goede stuff. Good shit. Oké, we hebben nu dus ammo voor onze assault rifle. Oké, nice. Nu kunnen we eigenlijk, wachten en gewoon chillen. Ik ga hier even gewoon chillen in de caravan. En hier gewoon zitten en geen...